Shalom, salam alaikum, ilake alakim, aloha, wingap, wingapo, dat zeg ik pas later. Namaste, Hare Krishna, wingapo. Goedenavond iedereen, het is op dit moment dat ik begin op te nemen is het 5:30 geweest. Heel mijn dag is eigenlijk een beetje in de war aan het lopen. Ik had een vroege afspraak. En ik moest daarvoor met de bus gaan. En de bus terug, die is gewoon... Er zijn gewoon twee bussen niet gekomen. Dus heel mijn planning in de war van... want ik wilde eigenlijk eerder deze adviesvideo opnemen. Ik wilde nog boodschappen doen. Moet ik nog altijd doen. Enzovoort. Ik heb eigenlijk ook heel snel kaarten getrokken. Ik moet er eigenlijk langer bij stilstaan om er een fatsoenlijke boodschap uit te halen. Maar ik heb eigenlijk geen tijd. Want zoals ik al zei, ik moet nog boodschappen gaan halen. Het regent. Ik moet door de regen heen. Ik moet naar verschillende winkels gaan. Dus het is niet echt ideaal. Ik heb ook wel veel meegemaakt op de bus. Ik ging zitten en het was kletskliedernat. Ik denk van oké. En er was een vrouw die was zo aan het zeggen van... ja, daar is zeker geurineerd. Dus die had dat niet gezien of weet ik veel wat. Maar die wist zeker dat dat urine was. En die zei ja, er zijn mensen die doen dat. Ik denk van oké. Ik ga er niks op zeggen. Maar ja, ik ging er heel snel in zitten en direct weer uit. Ik heb aan mijn handen gerookt, want ik heb eraan gezeten. En ik rook geen urine, dus het valt volgens mij nog wel mee. Het regent heel hard, dus het kan ook gewoon van de regen zijn. Maar enfin, ik ga beginnen, zodat de video niet te lang duurt en niet te lang moet opladen. Ik vind dat ik heel wazige kaarten heb getrokken. Ik zou er eigenlijk langer bij stil moeten staan, maar dat doe ik dus niet. Ik heb er geen tijd voor. Ik moet echt nog naar de winkel gaan. Dit is het eerste deck waar ik een kaart uit heb getrokken. De Tarot van het Goede. Van Colette Baron Reed. Ja, Colette Baron Reed. De eerste kaart die ik heb getrokken is de Keizer. Nummer 4. Het is allemaal heel korte tekst, dus ik denk dat ik heel snel klaar ga zijn. Ben ik blij, eerlijk gezegd. Sorry mensen, sorry. De keizer, autoriteit. De regels volgen is precies wat ik op dit moment zou moeten doen. Mensen met gezag schieten me te hulp en geven me goed advies wanneer ik erom vraag. Ik kan de sterke zelfverzekerdheid hebben die deze kaart suggereert. De omgang met instellingen zoals banken, overheden of scholen komt op dit moment ook op de voorgrond. Ja, dit lijkt er bijna wel paradoxaal met hetgeen ik alle andere keren zei. Maar als ik gewoon kijk naar deze kaart, dan zie ik een leeuw. Ja, het is een leeuw. Ik was inderdaad even aan het kijken. Het is een leeuw. En de leeuw in haar andere deks. Dus in het dierendek onder andere. Gaat onder andere over niet. Ja, de leeuw staat ongeveer voor het ego. In de astrologie is de leeuw ook van het zelfverzekerheid, dacht ik. En jezelf poneren, weet ik veel wat. Ik weet dat allemaal niet perfect, maar. En in de dierendek zegt ze iets van. Ik kan me iets herinneren, ik heb het niet opgezocht, sorry. Maar je hebt ego, van erodeer de goddelijke orde of zoiets. Dus dat is, als je je ego volgt, erodeer je de goddelijke orde, maar je kunt die ook ondersteunen. En als ik naar deze kaart kijk, dan zie ik dus een leeuw. Je kunt zeggen van, welke autoriteiten moet je volgen? Dan zou ik zeggen de goddelijke autoriteit. En dus niet je ego volgen, dus niet de stem van de wereld, zeg maar, die geïnternaliseerd is. Maar de diepere stem in jezelf, die ook durft los te breken van wat andere mensen zeggen. Want normaal gesproken, ik zeg dat nu niet, want hier staat de keizer autoriteit. Maar de keizer staat normaal gesproken, dacht ik,
Oh nee, het is de keizer. Ja, nee, sorry. Ja, ik dacht aan de emperor. Nee, dat is de keizer. De emperor is toch hetzelfde als de keizer, ja? De emperor, dacht ik, normaal gesproken staat voor ondernemingschap. Dus voor dingen doen, voor dingen ondernemen en zo. En hier gaat het opeens over autoriteit. Dan zou ik zeggen van onderneem dingen. Dat komt ook in andere kaarten voor. Dus dat je in beweging moet blijven. Onderneem dingen, maar volg daarbij je innerlijke stem in plaats van dat van ego. Wees trouw aan de goddelijke autoriteit in plaats van wat andere mensen kunnen zeggen. Ik vind het eigenlijk zelf een beetje een slap advies, maar het is wat het is, zeker. Dan heb ik uit dit deck de zeven geheimen van de schildpad. Geborgenheid vinden in jezelf. 49 inspiratiekaarten in een in instructieboek van Alyosha Long en Ronald Schwepper. Ik vind het wel een leuk deck. Er zijn geen tekeningen bij. Maar ik vind het wel een leuk deck. De kaart die ik heb getrokken is 26. Volharding en aanpassingsvermogen zijn niet met elkaar in tegenspraak, maar bewegen juist samen als met elkaar verstrengelde dansers. Aanpassingsvermogen, gezondheid. Jullie kunnen dat toch niet lezen? Ik zal het lezen. 26. Leven is beweging. Alles wat leeft, beweegt. Ook als we er roerloos bij liggen, is er nog altijd beweging. Het bloed stroomt door onze aderen, onze zenuwen geven signalen door aan ons zenuwstelsel. We ademen in, nemen zuurstof op en ademen uit. Ook onze gedachten staan nooit stil. Juist door al deze bewegingen kunnen we als organisme blijven bestaan. Trouwens, een diep gevroren lichaam bestaat ook, maar dat leeft niet. Deze kaart nodig je uit. Je aandacht te schenken aan een belangrijk aspect van je gezondheid. Dat je voortdurend in beweging bent en ook in beweging moet blijven. Veel bewegen is goed voor je, maar daarmee bedoelen we niet alleen lichaamsbeweging. Dat is slechts een deel van het grote geheel. Wanneer je lichaam en geest bewegen, bewegen je spieren en je gedachten. Dan zijn je meningen en kijk op het leven in beweging. Al die bewegingen zorgen er samen voor dat je gezond van lichaam en geest bent. Ziektes wijzen op een blokkade. Ja, dan denk ik eigenlijk even aan Lori Lett, wat zij zegt over dingen voelen, dat je dat door je heen moet kunnen laten stromen. Op het moment dat het blijft steken, omdat je ermee identificeert, omdat je er tegen verzet, omdat je er een oordeel over hebt of weet ik voor wat. Dan beweegt dat niet meer en dan kan dat een ziekte worden. Maar als je alles gewoon kunt voelen, in plaats van te stoppen van te voelen, en je dat gewoon door je heen kunt laten bewegen zonder dat je dat probeert tegen te houden of wat dan ook, dan is alles goed. Maar hier komt dus weer uit voort. Ik ga nog een keer de kaart trekken. Want in de tekst stond er eigenlijk weinig veel van terugkomend. Sorry. Volharding, aanpassingsvermogen zijn niet met elkaar in tegenspraak. Maar bewegen juist samen als met elkaar verstrengelde dansers. Dus je moet je volharden, maar je moet je ook kunnen aanpassen. Dus ik zou zeggen, je moet in actie schieten. Daarbij het goddelijke eren en volhardend zijn, maar tegelijkertijd ook kunnen aanpassen. En de juiste balans voor een juiste aanpassing en volharding is eigenlijk, daarvoor moet je het goddelijke volgen. Want als je te veel in je ego zit, ga je oftewel te veel volharden. Ga je denken van ik moet volharden. Of je gaat je juist te veel aanpassen omdat je bang bent dat je iets ontglipt. En alleen als je je hogere zelf volgt, kun je de juiste balans tussen volharding en aanpassingsvermogen vinden. Ik denk dat het toch klopt.
Mademoiselle Lenormand. Mijn kleine versie is daarvan volgens mij helemaal naar de haaien. En andere dingen, kaarten dek ze ook met dit mooie, prachtige weer. En ik was naar buiten gegaan. Goed zo, Cleo. Ik heb kaart 23, muizen. Dus de laatste kaart die ik heb getrokken. De muizen komen zeggen dat diefstal is geschied. Het verlorene krijg je weder. Misschien wel, ook misschien wellicht ook niet. Muizen, verlies, diefstal. Leg deze kaart op tafel, wees dan maar op je hoede. Muizen zijn knaagdieren die de boel kapot maken en aan alles knabbelen. Misschien wel aan je geld, gezondheid of relatie. Dit is dan ook een kaart die verlies, een tekort of een diefstal aangeeft. Sorry, pas op voor profiteurs. Bijbehorende planeet Mercurius. Combinatie. Liggen de muizen dichtbij de persoonskaart, dan is de kans groot dat de dieven gepakt worden en dat jij je spulletjes weer terugkrijgt. Echter, ver weg van de persoonskaart geeft het aan dat je voor altijd naar je bezit kunt fluiten. De combinatie bomen en muizen waarschuwt je dat je ziek wordt of dat er iemand ziek wordt. De omliggende kaarten geven het antwoord. Lig een hart en ring naast de muizen, dan krijg je relatie een flinke knauw. Ik hoop voor je dat deze kaart weinig tegenkomt. Wel, eigenlijk moet je dus, is het een heel systeem bij de Lenormand. Meestal reken ik gewoon als hij aan het begin is, dat hij dan dicht bij de persoonskaart is. Maar eigenlijk is het ingewikkelder dan dat. Dus dan kun je zeggen van dat je het weer terugkrijgt, als ik me niet vergis. Dus als hij verder weg is, dan niet. Of misschien is het zo. Want ik had eigenlijk hiervoor een andere kaart getrokken. En dat was toevallig natuurlijk de ring. En ik dacht van, heb ik nu voor mezelf getrokken of trek ik nu voor iemand anders? Ik wist even niet voor wie ik gechanneld had. En dus daar stond bij dat als de ring er dichtbij lag, dat je een relatie dan een flinke knauw zou krijgen. Als jullie dat meer rekenen, dan is het de relatie. Zo niet. Ik weet het niet. Ik volg nooit echt helemaal perfect het ding van wat zou moeten. Bij Lenormand. Omdat je eigenlijk allemaal stapeltjes moet maken. En dan moet je kijken naar de vrouwelijke vraagsteller of een mannelijke vrager, dacht ik. Maar ik doe dat nooit eigenlijk. Dus, wel, eigenlijk is dit mijn boodschap al. Ik weet dat het bijzonder kort is. En ik ben er eigenlijk eerlijk gezegd voor vandaag blij om. Omdat het anders weer veel te lang ging worden. De vorige keer heb ik er 3 uur over gedaan om dat ding op YouTube te krijgen. Dus dat was echt wel een ramp. Dus ik hoop dat het nu sneller gaat zijn. Dus meestal als ik ongeveer 1 minuut opneem, dan moet je ongeveer minstens 2 minuten oplaadtijd rekenen. Minstens. Want je hebt dan eerst. Eerst gaat hij het gewoon opladen. Dan gaat hij in HD bij mij opladen. Ik weet niet of dat bij iedereen is, maar ik vind dat hij heel wazig doet. Dan gaat hij in HD opladen. Dan gaat hij alles nog eens een keer checken. Op copyright en zo. En checken, dat kost meestal ongeveer ook. Als je 1 minuut hebt opgenomen, dan kun je er zeker anderhalve minuut op rekenen dat hij nodig heeft om dat stukje na te kunnen kijken. Dus dat is echt verschrikkelijk. Maar vandaag hopelijk lekker kort. Ik wens jullie allemaal een hele fijne week. De Joden een fijne Sabbat. Voor de anderen een fijn weekend. En hopelijk tot volgende vrijdag. Namaste.